hele goede middag op deze woensdag. Het is 12 juli, ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. De boel is lekker open, want ja, het is niet meer zo warm. Er zit een donkere lucht, dus er kan regen uit gaan komen. Wat ik ook wel verwacht, dat is ook voorspeld. Dus ik heb lekker de boel open om te luchten. Zaterdag schijnt het nog wel even flink warm te worden. Maar ik denk dat het daarna gewoon een beetje blijft hangen op zo'n 24, 25 graden. En dat is prima. Dus ik hoop dat de boel weer een beetje doorlucht, want het is natuurlijk nog best wel warm. Gisteravond hebben we eigenlijk nog flinke regenbui gehad. Ik was de vlog in elkaar aan het zetten. Of verder aan het afmaken. En toen hoorde ik het al een beetje donderen en bliksemen. En Muis die begon al onder de bank te schuiven. Dus die vond het heel eng. En toen dacht ik, oké, er komt regen aan, onweer. Ik vond het op zich wel eventjes lekker hoor, want ik dacht, ja, het is wel nodig. Het was ook gewoon heel warm. Ik heb gisteren trouwens nog wel eventjes een opmerking gehad. En daar schrok ik eigenlijk een beetje van. Ik had jullie laten zien dat ik dat jurkje aan had getrokken, die voor mijn gevoel een prima lengte had om mee de deur uit te gaan. Sommige rokjes of jurkjes, dan denk ik van dat vind ik voor thuis goed, maar daar ga ik liever niet de deur mee uit. Maar deze vond ik prima. Ik had er een net zwart broekje onder, dat heb ik jullie nog laten zien, dus ik dacht prima. En toen zei een oudere man tegen mij dat mijn rokje te kort was. Dus ik dacht, oké. Ik heb er eigenlijk niet eens op gereageerd, want ik was een beetje te verbijsterd. En toen dacht ik later ook, maar het is de generatiekloof. Dit is een generatiekloof. Ik denk, nou, stel dat hij in de 80 is geweest, deze man. Mensen vinden van, ik denk als je dat van vroeger vergelijkt, dan liepen vrouwen niet in kortere jurkjes. Ik denk dat die vrij langere jurken droegen. Dus ja, dat is dan toch de generatiekloof. En ik was gewoon een beetje verbijsterd dus. En ik dacht van nou, ik vond het eigenlijk prima kunnen. Want als ik er niet prettig in gevoel had, was ik er de deur niet mee uitgegaan. Maar ik was wel even verbijsterd dat ik zo'n opmerking kreeg. Toen zei zo'n andere vrouw, ja nou, je kon het gewoon aantrekken. Want dan zou je een rokje aan hebben tot je navel. Dan is het nog je eigen keuze. En je kan het wel hebben en zo. En het is ook nog eens 30 graden. Ik dacht, nou goed, weet je, het is wat het is. Ik was gewoon even verbijsterd, maar net wat ik zeg, het is gewoon een generatiekloofding. Ik ben gisteravond met een nieuwe Netflix-serie gestart. Ik zal de naam wel even in beeld neerzetten. Ik weet niet of ik het wat vind. Ik was van de eerste aflevering niet heel erg gecharmeerd. Ik ga het nog wel een kans geven, maar als ik er echt niet lekker in kom of zo, dan ga ik toch afhaken. Dat doe ik normaal niet snel. Ik heb pas bij één serie dat ik afgehaakt ben, maar het trok me nog niet helemaal. Ik heb ook nog even op Spike gekeken. Ik heb ook nog even, ik weet er alles van, teruggekeken en de B&B Vol Liefde. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, daar zit ik ook nog niet lekker in. Het zijn nu twee afleveringen pas geweest. Ik heb nog niet zoiets van, ik zit er lekker in. Ik weet niet, ik vind het gewoon nog niet zo fantastisch of zo, maar misschien komt het nog. Ik heb nog een klein stukje van het boek gelezen, maar ik ben daarna ook eigenlijk vrij snel in slaap gevallen. Ik was echt wel heel erg moe. Ik heb nog wat dingetjes gekocht, die ga ik jullie even laten zien. Ik ga hier eventjes de boel lekker doen, even stofzuigen en alles afnemen. En dan ga ik nog eventjes in mijn bullet journal aan de gang. En dat is het ook wel voor vandaag. Het is eigenlijk een beetje een rustig dagje, maar ik ga jullie wel eventjes laten zien wat ik heb gekocht. En ik neem jullie natuurlijk gewoon nog eventjes mee. Ik heb dus ook wel dingetjes voor lente gekocht, maar die zal ik later wel eventjes laten zien. Want als deze vlog online komt, moet lente nog jarig worden. En ik zou het jammer vinden als Nathalie de vlog zou kijken dat ze het al zou zien wat lente zou krijgen. En dat wil ik niet. Ik heb wat kleding gekocht, die zal ik nog wel even voor jullie aantrekken. Sommige van jullie vinden dat leuk. Allereerst heb ik een hemdje gekocht en deze had ik al, want dat is dit hemdje. Ik heb deze toen gekocht met een hele reeks andere en het zijn zulke fijne hemdjes. Maar ik had deze een keer aangetrokken met het schoonmaken van het toilet. En toen is er een chloorvlek ingekomen. Super dom, overkomt me normaal echt nooit, maar op dat moment wel. En daar baalde ik zo van. Toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe en ik heb hem gewoon nooit meer gevonden. Want de maten die er lagen, die kon ik niet aan. Die waren te groot voor mij. En nu kwam ik hem tegen. Uit het niets lag hij nog bij de zeeman en hij kostte nog letterlijk. Er stond op dat hij 4,50 was en uiteindelijk heb ik er, wat eigenlijk al niet klopt, want, maar goed, uiteindelijk heb ik er 2,50 voor betaald aan de kassa. Dus deze heb ik weer lekker nieuw, daar ben ik super blij mee, want die vond ik dus super fijn.
Dan heb ik dit leuke jurkje gekocht bij de Zeeman. Daar was ik al naar op zoek, maar die kon ik niet vinden, want mijn maat was er niet. Ik vond hem zo leuk, dat is deze. Dit jurkje. Ik wilde hem op internet kopen, uitverkocht en toen hadden ze nog mijn maat bij de andere Zeeman. Dus daar was ik heel blij mee. Dus deze. Kijk. Dan heb ik nog twee hemdjes in de Seal gekocht. Bij C&A. Zijn niet zulke hele spannende hemdjes. Ze zijn basic, maar er zit een leuk kanten randje aan. Deze. Oeh, wat waren ze? Ik ga even het bonnetje pakken, kan ik het jullie vertellen, want ze waren afgeprijsd. Hij kostte eerst nog 8 euro, nu ging 30% korting af, ze ging 2,40 euro af. Dus uiteindelijk heb ik er... Rekenen is niet zo niet mijn ding, ik ga even mijn telefoon erbij pakken hoor. Even een rekenmachientje erbij, want dit kan ik niet uit mijn hoofd. €5,59 was die nu. En die heb ik dan ook in de wit. Deze. Precies dezelfde, maar gewoon leuk met zo'n kanten randje. Het zit gewoon lekker altijd hemdjes met warm weer. Ja hoor, gooi het lekker op de grond. Maakt het uit. En ook nog een leuk jurkje. Die was eigenlijk €25,99, maar er ging €18,19 van af. Dus die was nu... Wacht even hoor. €10? Nee, €7,80 staat er. Dat is deze. Leuk groenig kleurtje. Maar ik zal ze even voor je aandoen. Dan kun je het gewoon even beter zien. Die vond ik ook super leuk. Dus die nog. Dan heb ik nog even bij de Hema een vulpotloodje gehaald. Ik weet niet meer precies wat die kost. Ik zal de prijs wel even in beeld neerzetten. Want ik heb de bonnen zo niet bij. Maar ik was op zoek naar een vulpotlood. Want ik dacht, dan kan je net wat makkelijker met strakkere lijnen zetten. Toen zag ik dat ze bij de Hema hadden. En er zitten ook vier van die vulpdingetjes bij. En die kun je ook gewoon nieuw kopen. Wat had ik dan nog? Oh ja. Dit setje van Essence met... nagellakjes, Bright Applied. Met leuke kleurtjes erin. Je krijgt 6 nagellakjes. En die was €8,99. Die vond ik wel heel leuk. Die had ik in de folders staan. Was overal uitverkocht. Maar hier hadden ze hem nog. En er staan allemaal leuke teksten op. Dus die. En aangezien ik fan ben van hamsters. Heb ik dit 20-jarige hamster van de Albert Heijn gekocht. Dus die vond ik heel leuk. Die was €8. Ik spaar die dingen altijd. Ik vind het altijd leuk om neer te zetten. Dus dat waren even de aankoopjes. Ik ga aan de gang jongens. Ik ga muziek aanzetten en ik ga bezig met schoonmaken. Kledingpassessie. Dit is dus het hemdje van de Zeeman. Nou, zit gewoon prima. Dat wist ik ook al. Het is gewoon een S'je. Zit gewoon heel lekker. Lekker luchtig. Dus top.
Zwarte hemdje met kant. Ja, eigenlijk gewoon heel basic. Niet heel bijzonder. Gewoon leuk hier dat kanten randje eraan. En hier zo bij de mouwtjes. Of bij de mouwtjes, bij de bandjes. Dus staat gewoon heel leuk, moet ik zeggen. Dus die vind ik ook prima. En dit is de witte variant. Je ziet het kant misschien iets beter. Stelt hij dat eigenlijk vast? Ik vind het lastig. Nou, ook weer dat kanten randje. Dus eigenlijk weer gewoon hetzelfde, maar... prima, heel leuk. Dan dit jurkje zit ook echt super schattig, vind ik. Je moet hier wel echt wat onderdragen van een hemdje. Althans, dat zou ik zelf doen. Ik vind dat prettiger. Want anders valt het best wel een beetje open. En ja, dat is niet zo heel prettig, maar je kunt hem leuk strikken. Leuke lengte ook. Echt super leuk. Leuk die mouwtjes, wat langer. Ja, super leuk jurkje vind ik het. En het groene jurkje ook super leuk. Kun je ook nog tailleren bijvoorbeeld met een leuk riempje. Maar ik vind de lengte ook echt super leuk. Ik vind groen me eigenlijk ook best wel leuk staan. Dus ja, echt wel heel schattig moet ik zeggen. Leuk loopt zo een beetje uit. Ja, zit hier ook vrij netjes. Je zou er gewoon eventueel voor de fijnheid nog een hemdje onder kunnen doen. Maar ik vind hem wel echt super leuk staan. Maar net wat ik zeg, leuk misschien nog met een riempje tailleren. Dat je dit iets strak trekt bijvoorbeeld. Zo, ik ben klaar. Alles lekker kunnen doen wat ik wilde doen. Ja, de woonkamer, daar was ik nu wel vrij snel mee klaar. Omdat ik niet alles de grote schoonmaken had. Dus de boeken hoefden er nu niet vanaf. Dus dat was wel lekker. Dus dat heb ik allemaal lekker gedaan. Toen heb ik even nog wat gekleurd voor mijn bullet journal. Maar niet heel veel. Waarom drukt er nou weer in de deur open? Maar dat was wel lekker. Nou ja, ik heb jullie natuurlijk even laten zien hoe de kleren stonden. Het was ook nog wel een hele warme passessie. Want ja, steeds omkleden. Het is gewoon best wel warm. Volgens mij is het in huis ook nog 26 graden. Ja, 26. Dus dat is nog best wel warm. Ik heb nog een wasje aangezet. Die is nog lekker aan het draaien. Want ja, vorige week niet zo heel veel gedaan met wassen. Maar ik dacht, nou, nu weer even een wasje aan. Dus dat heb ik lekker gedaan. Dus dat is weer heerlijk. Gewoon weer een lekker gevoel dat alles schoon is. Daar word ik blij van. Katjes net lekker hun eten op. Dus ja, eigenlijk best wel een hele lekkere middag. Oh ja hoor, nu komt de zon erheen. Dat vind ik dus altijd het vervelendste. Ik weet niet of mensen dat herkennen. Dan heb je bijvoorbeeld een hele dag regen gehad. Nou, nu heeft het niet geregend, maar het was de hele dag een beetje bewolkt. En dan rond een uurtje of zes, nou het is nu nog geen 6 uur, of 5 of 6 uur, dan komt die zon er doorheen. Oh, daar ga ik zo slecht op. Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar ik heb dat dus heel erg altijd gehad. En dat vind ik nu dus ook totaal niet prettig, maar ja, het is wat het is. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen, dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon weer, ik weet er alles van, kijken in de B&B Vol Liefde. Ik heb Hudson en Rex al opgenomen, dus dat is top. Dan ga ik eventjes mijn foto's afmaken, want die heb ik niet helemaal afgekregen gisteren met bewerken. Dus dat ga ik vanavond even afmaken en de blogpost schrijven. Thumbnail maken voor de vlog, dan kan ik die uploaden of inplannen in feite. Nou ja, dan ga ik die Netflix-serie nog een kans geven, maar ik weet dus niet of dat ik hem af wil kijken. Dat moet ik even zien. Dus dat is wel op de planning en dan ga ik daarna eventjes... van Spijk kijken en dan ga ik hopelijk mijn boek uitlezen. Ga ik proberen. Ik hoop dat ik nou niet weer super moe ben, maar dat ga ik wel eventjes zien. Ja, en ik denk nog wel eventjes gamen, dus dat wordt het ook. Ik ga u dan ook gewoon morgen zien, want ik heb nu verder niet zo heel veel meer te vertellen of te doen. Want ik ga eventjes lekker relaxen, dat vind ik gewoon lekker. Even wat drinken en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 13 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen boodschapjes doen. Ik ga naar de nieuwe Plus toe. Hoe superleuk. Ik heb er echt zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het geworden is. Ik heb het echt wel gemist. Dat heb ik de vorige week ook al verteld. Dus ik ben blij dat hij weer open is. Dus ik vind het superleuk om daar te gaan kijken. En ook wel, ja, ik ben erg benieuwd hoe het is geworden. Dus ik ga jullie daar gezellig mee heen nemen. Gisteravond heb ik de B&B Vol Liefde gekeken. Ik kwam er wel iets beter in nu, maar ja, ik weet niet. Ik heb nog niet echt dat ik denk van, oh, dat vind ik een leuk persoon of zo, gewoon die meedoet, zeg maar. Ik heb nog even met Nathalie gegamed. Ging weer niet zo lekker, maar we zijn er nu achter waardoor het kwam. Toen ben ik even mijn foto's gaan afmaken met bewerken en heb ik mijn blogpost geschreven. En... heb ik de vlog ingepland en de thumbnail gemaakt. Toen ben ik...
Netflix-serie gaan kijken. Ik moet zeggen dat ik het nu wel leuker vond dan de eerste aflevering. Dus nu had ik zoiets, oh, ik vond het nu toch wel leuk. Dus dat was fijn. En daarna nog even van Spike, toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Gezondheid. En toen ben ik ook alweer met een nieuw boek gestart, dus dat was wel leuk. Dus dat, ik werd wakker van het onweer, want het onweerde hier flink en het regende ook. Het is nu alweer even droog, dus misschien dat ik er nog even droog doorheen ga, maar dan moet ik even kijken. Ik ga even de stofzuiger doorheen trekken en de bakken scheppen en dan ga ik de deur uit. Dus ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben, maar ik neem jullie dus eventjes gezellig mee naar de nieuwe plus. Zo, terug van de boodschapjes. Ik hou het hier achter me een beetje in de gaten, want de katjes zijn aan het eten. Het was druk. We hadden weer geen parkeerplek. We moesten best wel ver parkeren. Er stond nou ook een politiebus, zeg maar, heel uitgebreid, want die waren aan het... Nee. Waarschuwen voor cybercrime. En ja, op zich wel heel goed dat ze het doen, maar dat nam een heel deel van de parkeerplek in beslag. Dus daardoor was het wel heel druk. De Plus supermarkt is echt wederom echt prachtig geworden. Ik moest natuurlijk wel heel erg wennen. Maar ik kreeg er een beetje Albert Heijn gevoelens bij, omdat de paden heel breed zijn. Dus het deed een beetje denken aan Albert Heijn. Ik kom wel eens bij een Albert Heijn in de stad. En daar deed hij me gewoon een beetje aan denken qua indeling. Dus dat was wel echt superleuk. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Nou, de spekjes. Hollandse boontjes, ze waren in de aanbieding, dus heerlijk. Slavinken. Kattenvoer. Chocomel. Spekklappen, die ga ik strakjes eten. Koekjes voor maandag. Ik heb kaneelkoekjes. Het zijn met een laagje suiker. Daar had ik wel zin in. Ik zag ze eigenlijk overal alleen met kokos. Gelukkig had Plus dus uitgebreider. Potato wedges. En ik zag bij de Lidl impregneerspray van het waterproefspray. Als je dan een keer je jas of wat gewassen hebt en dan is dat laagje eraf. Dus als je dan door de regen gaat, dan is hij niet meer waterdicht. En als je dit er dan opspreekt, dan wordt hij weer waterdicht. Dus dat vond ik wel heel handig. Spinazie van de Goudrenet. Een zakje met boontjes voor mijn moeder, want die wilde ook wel boontjes. Die had echt letterlijk boontjes voor 40 cent.
Zal ik even dit maatje douchen in de koelkast. Want mijn moeder komt maandag. Dan kan ze slecht meenemen. Kattenvoer ook weer het huisvoer. Sparma. Mijn eigen toetjes weer. Heel fijn. Die had ik gemist. Patat. En aardappeltjes. Dus dat was het ook. Ik ga dit eventjes opruimen. Ga ik even lekker wat drinken. En nog eventjes lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen. En dus even lekker koken. Wel zin in. Vanavond ga ik gewoon, ik weet er alles van, kijken in de BNB Vol Liefde. Tenzij Nathalie nog even wil gamen. Dan ga ik gewoon iets later kijken. Ik moet even mijn nagels opnieuw doen. Want ik moet morgen video's opnemen. Dan ga ik daarna even foto's bewerken voor mijn artikel voor morgen. Dan ga ik verder met de Netflix-serie en daarna weer van Spijk kijken. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even opruimen en eventjes lekker zitten. Want ja, ik ben toch wel weer een beetje moe. Maar goed, bij deze zou ik dus zeggen dan tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 14 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb letterlijk net alle video opgenomen met deze make-up look. Ik ga zometeen ook gelijk door als ik stofgezogen heb naar de volgende video. Want er moet nog een video van morgen op komen te staan. Dus die moet ik ook nog eventjes gaan doen. Want dat heb ik natuurlijk dinsdag niet kunnen doen. Daar ga ik zometeen gewoon gelijk mee door. Ik heb gisteravond nog even met Nathalie gegamed. Was wel weer heel, heel gezellig. Even weer bijgekletst over wat dingen die belangrijk waren. En gewoon even gezellig gespeeld samen. Ik heb de BNB Vol Liefde gekeken en ik heb irritatie. Ja, we zijn 4 dagen onderweg en ik merk toch wel dat ze dit seizoen heel erg gekozen hebben voor best wel spirituele mensen. En als dat je ding is, is dat helemaal prima. Hè? Ik bedoel, als dat iets is wat je ambieert, doe het vooral. Maar het is zo niet mijn ding dat het ook echt compleet langs mij heen gaat. Dat ik denk, ja, wat moet ik hiermee? En dat begint me nu een beetje de spuigaten uit te lopen bij sommigen. Dat ik denk van, ik vind dit wel heel apart. En ik kan daar niet zoveel mee. Maar nogmaals, ja, die mensen zijn er heel blij mee. Nou ja, prima. Maar ik merk wel dat dat wel iets is waarvan ik denk van, nou, daardoor vind ik het seizoen al wel wat minder. Ik zat er gewoon de eerste 2 jaren zat ik er compleet in. Dat heb ik nu niet. Maar goed, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 1 nieuwe maken. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie en van Spijk. En toen heb ik nog een klein stukje van mijn boek gelezen. Want ik merkte dat ik heel erg moe was. Omdat er best wel veel prikkels waren geweest met de boodschappen doen. We hadden weer moeite met parkeren. Moesten weer een eindje lopen. Nou, dat soort dingen. Eigenlijk een beetje precies hetzelfde verhaal als vorige week. Dus dat merkte ik wel. Ik heb wel heel lekker gegeten. De spinazie die was heel lekker. Dus dat was echt gewoon heel fijn. Dus dat is allemaal wel gelukt. En ook weer blij dat ik nu mijn eigen toetjes weer had. Die ik dus normaal ook had. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga nu even stofzuigen. De bakken scheppen. En dan ga ik eventjes mijn boodschappen naar boven brengen. En dan ga ik door met de video van morgen. Want die moet erop komen te staan. En daarna ga ik eventjes verder met de bladen, mijn potloodblaadjes. Dus daar ga ik jullie dan in meenemen. Maar nu eerst maar even zorgen dat de volgende video erop komt. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Thank you.
heb ik nu dus op een andere manier gedaan. Toch met strepen trekken en een beetje gummen. Ziet er nou veel rechter uit, zoals je kunt zien. Dat is veel netter en dat geldt voor deze ook. Dus daar ben ik veel blijer mee, want ik vond het andere echt niet mooi. Maar dit is dan gewoon zo top en dan kunnen ze mooier in. Alleen deze, daar staan de kleuren niet op de pop. Nou, dus dat is een beetje lastig. Dus je moet goed kijken of het een goede kleur is. Zo, ik ben lekker klaar. Veel gedaan. 2 video's opgenomen, wat op zich wel goed ging. Maar mijn batterij die is nu wel behoorlijk leeg. Dus die moet ik zometeen wel weer even gaan opladen. Ik heb net wel even een stukje opgeladen, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Maar het ging allemaal wel lekker. Eventjes lekker weer met die potloodlijsten bezig geweest. Dus dat was ook wel fijn. Ik heb er nu 2 in de map. Nou ja, dan moet ik er nog 2. Maar nu zijn er natuurlijk... komen er nog wel weer een aantal bij, omdat ik weer nieuwe potloden heb. Maar goed, dat komt wel helemaal goed. Ik vind het wel leuk om te doen, dus dat is wel heel fijn. Katten hebben net lekker gegeten, dus dat is ook allemaal weer klaar. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Wel zin in. Vanavond kijk ik B&B Vol Liefde. Ja, misschien nog even gamen met Nati, maar ik moet even kijken hoe en wat. Hoe die zich ook voelt en of ze moe is en of dat allemaal lukt natuurlijk. Want dat is ook niet altijd gezegd. Verder ga ik dus mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ik heb net al even die foto opnieuw gedaan, dus dat is top. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en daarna ga ik weer kijken naar Mokromafia's. Daar heb ik wel zin in. Dus dat wordt verder ook de avond, dus niet heel spectaculair of zo. En dan lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik hoop dat ik nu iets langer kan lezen, omdat ik gisteren dus best wel moe was. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb nu verder toch niet zo heel veel meer te vertellen. Dus... gewoon eventjes lekker relaxen, even wat drinken en dan eventjes lekker mijn dingen doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 16 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb wel ventilator aan en verder gewoon de boel hier open. Maar ik moet wel zeggen, ik heb de ramen dicht, want het is toch buiten 26 graden. En je merkt ook buiten, de temperatuur is best wel warm. Het is een beetje benauwd, dus ik hoop eigenlijk nog wel dat er wat buien komen. Het heeft gisteravond nog een beetje geregend, maar het zijn zulke kleine buitjes, die kun je eigenlijk bijna niet meetellen. Maar goed, ik hoop dus dat er nog een beetje regen valt, want het is toch wel erg benauwd. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken. En ik zei tegen jullie dat ik de B&B Vol Liefde ging kijken. Maar ik heb toch besloten om anoniem te kijken. Ik was toch ook wel erg nieuwsgierig hoe dat zou aflopen. En mijn moeder zei ook al, ja, ik ga anoniem kijken. Ik zei, dan kan ik eigenlijk ook wel gaan kijken. Dus dan heb ik toch anoniem gekeken, wat super spannend was. En dan ga ik de B&B Vol Liefde vanavond kijken. Dat was wel weer mooi. Toen heb ik een heel klein stukje van Amsterdam gezien. Die was op televisie. Super oude film natuurlijk. Ik vind altijd de achtervolgingsscène in het water op de boot. Vind ik altijd wel mooi gemaakt nog steeds. Ook al is het al een hele oude film. Ik heb gehoord dat ze een vervolg willen gaan maken. Huub Stapel en Dick Maas die staan er beide open voor. Nou moet je wel natuurlijk meerekenen dat een heleboel andere acteurs uit die serie niet meer mee. Of uit die film niet meer mee zullen doen. Maar ja, dat zijn plannen die er liggen. Kijk of ze er doorheen komen, dat is nog maar de vraag. Dus dat gaan we wel zien. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Dat is allemaal gelukt. Toen ging ik mijn Netflix-serie kijken. En daarna Mokromafia. Dat was dus de laatste aflevering van het seizoen. En ik heb nog nooit volgens mij in een aflevering zoveel mensen... vermoord zien worden. Er vielen veel slachtoffers. Dat vond ik best wel heftig. En het einde vond ik echt super heftig. Want ja, toch wel een van mijn favoriete personages. Die is er nu ook uit. Dus dat is wel jammer. Voor mij hadden ze het hier ook wel bij mogen laten. Voor mij hadden ze nu ook mogen zeggen. Oké, we zijn klaar. Maar er komt dus nog wel een seizoen. Maar voor mij had het hier ook wel mogen stoppen. Daarna ben ik naar bed gegaan en heb ik lekker mijn boek gelezen. Dus dat was allemaal prima. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. Ik moet de kwasten wassen. Ik wil eigenlijk even wat opruimen nog boven proberen. En hoe verder dat lukt, omdat het natuurlijk warm is. En daarna ga ik nog even in mijn blog en YouTube boek aan de gang. Dus dat is het ook. Een beetje rustig aan. Ik heb weer heel erg last van de ogen. Ik heb net weer gedruppeld. Dus ik hoop dat het straks wat beter gaat. Maar goed, dat is dus de planning die ik vandaag ga doen. Dus ik ga jullie gewoon weer gezellig meenemen. Ik wacht nog op een pakketje. Er komt vandaag al, eigenlijk pas, want ik ben best wel laat.
één cadeautje van lente binnen en die andere komt van de week. Maar die laat ik pas in de volgende week vlog zien. Dan ga ik het ook inpakken. Maar als ik het nu ga doen en Nathalie zou deze vlog al zien, dan weet ze al wat lente krijgt. En dat vind ik gewoon jammer. Dus dat laat ik in de volgende vlog dan eventjes zien. Maar goed, dat dus. Dus ik ga even aan de gang en ik ga jullie meenemen. Ik had nog een pakketje binnengekregen van Notino. Want ik heb natuurlijk een tijdje geleden heb ik de trendeditie Meld het voor ijscream laten zien. Van Essence die eraan komt. En daar had ik nog twee dingetjes niet van waar ik wel heel benieuwd naar was. Die zag ik nu bij hun online staan. Die heb ik direct besteld. Want ik vrees dat het ook een collectie gaat zijn die heel snel de winkels uitvliegt. Dus ik heb allereerst nog de lippenbalsem. Die is dan in de vorm van een ijsje. Dus hier zit een lippenbalsem in. Hoe cute is die? Echt super leuk. En ik was blij dat het zo goed hadden verpakt. Want ik kwam met DHL en dat pakketje werd echt letterlijk voor mijn deur gesmeten. Dus ik dacht echt, oh, als alles nog maar heel is. Wat had ik verder? De highlighter met het ijsje erin. Die had ik ook nog niet. Dus die heb ik dan ook nu. Superleuk. En ik had nog een nieuwe blush besteld. Die was er. Dat is de Pure Nude Baked Blush. En daar was ik heel benieuwd naar. Ik heb hem in de kleur 08 Berry Cheeks. Dus die heb ik nog binnengekregen. Dus dat kan ik ook eventjes mooi boven wegleggen. Want deze collectie ligt in augustus in de winkel van Essence. Dus ik kan daar nu nog even niks mee doen. Want ik vind het leuker om dan even te wachten. Maar die was in ieder geval binnengekomen. Ik vind het altijd leuk dat er roze zakjes omheen zitten. Dus die wilde ik nog even aan jullie laten zien. Zo, aardig wat klusjes gedaan. Ik ben een beetje zwart van de inkt, maar dat geeft niet. Ik heb boven wel iets gedaan. Ik heb in ieder geval de was eraf. Ik moet alleen nog even het hoeslaken, die hangt hier nog. Die kan ook nog naar boven. Dan heb ik dat allemaal weer klaar. Nou, kwasten zijn weer lekker schoon. Maar ja, wat ik zeg, ik heb boven wel iets opgeruimd, maar niet heel veel. Want het viel toch wel tegen hoor, qua warmte. Dus dat is wel fijn. Nu ga ik zometeen nog even lekker relaxen. Ik heb trouwens nog wel mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt. Maar ging niet zo heel vlot. Dus soms heb je dat eventjes. Dan ga ik straks ook weer lekker douchen en eten. Vanavond ga ik dus de B&B Vol Liefde van gisteravond even terugkijken. Ik ben ook wel nieuwsgierig, want er werd een nieuw iemand aangekondigd. Dat schijnt de ex te zijn van Alfred van de Heuvel. Die zijn dus toen. Ze hebben toen volgens mij samen die bed en breakfast gehad. Maar toen hun uit elkaar zijn gegaan, toen is hij terug naar Nederland gegaan. En zij is daar gebleven. Dus ik ben wel weer benieuwd. Verder denk ik dat ik nog even de quiz met ballen ga kijken. En ik denk nog eventjes mijn cooking spelletje doen. Want ik kan wat nieuwe gerechten maken. Dat vind ik wel leuk. Ik ga mijn vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar zetten. Hoe ver dat lukt. Misschien nog even een blogpost voor morgen met een previewbericht als ik dat allemaal red. En wat ga ik verder nog doen? Nou ja, dan ga ik gewoon weer mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer verder met parels en zwijnen en mijn boek lekker lezen. Katten hebben ook net weer lekker gegeten. Wordt nog even nagesmikkeld. Ik heb er ergens toch een beetje spijt van dat ik de dingen open heb gedaan. Het is nu toch best wel warm geworden met die zon erop. Ik ben ook benieuwd of er nog een buitje komt. Maar goed, dat zal ik even moeten afwachten. Maar goed, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 16 juli. Ik zit even lekker op de bank. Het is heel erg waaierig buiten, dus ik heb ook geen ramen of deuren open, want het waait nu toch alleen maar dicht. En ik denk dat de temperatuur nu ook wel in huis wat afkoelt, ook al heb ik de boel dicht zitten.
Ik heb gisteravond de BNB Vol Liefde gekeken van vrijdagavond. Ja, op zich wel leuk, maar ja, ik begin me gewoon, wat ik van de week ook al zei, aan bepaalde dingen te ergeren. Dat is al best wel snel, maar goed. We zijn een week onderweg, dus we moeten het ook gewoon eventjes afwachten nog, denk ik. Daarna heb ik even de quiz met ballen gekeken. Was ook wel grappig. Dat je soms bij dingen denkt van, oh, dat is heel makkelijk. Of soms is het heel moeilijk. Maar het lijkt me best wel eng als je in dat water knalt. Want die bal komt volgens mij best wel hard tegen je aan. Volgens mij maak je nog best wel een sprongetje in dat zwembad. Maar oké. Toen heb ik de vlog voor zover het kon in elkaar gezet. En nog even het persbericht online of ingepland. Die is nu online gekomen. Van een lipgloss. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna weer Parels en Zwijnen. En toen ben ik mijn boek gaan lezen. Dat is wel echt een heel erg leuk boek met lezen. Ik vind hem echt wel, ik geniet er wel van. Ik heb nog even mijn kookspelletje gedaan, maar kwam niet echt heel erg lekker uit de veren allemaal. Dus dat ging even wat minder, maar goed, dat maakt ook niet uit. Er was iets wat ik wilde zeggen en ik ben het even vergeten. Dat is altijd een beetje vervelend, maar goed, maakt niet uit. Ik ga zo even stofzuigen, bakken scheppen, dan ga ik de groenten afhalen. Ik ga even eeltsokken aandoen vandaag. Ik heb heel erg last van mijn voeten, dus het moet gewoon echt eventjes weer dat weer eventjes kan oplossen. Want het is ook heel lang geleden, maar ik heb er nu gewoon echt de last van. En dat, ja, dat feilen, dat helpt niet meer. Dus dat is maar eventjes, moet weer even de harde aanpak. Ik ga uiteraard foto's maken, dus ik zal straks fotospullen laten zien. Verder wordt het een beetje een vrij rustige zondag. Dus ook prima. Dus dat is wel lekker. Dus nou, ik zal straks even fotospullen laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes wat dingetjes doen. Dus tijd om aan de gang te gaan. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Fab Factory Elegant Beauty Palette. Hier zitten dus 9 kleurtjes in. Als ik hem open krijg met één hand. Kijk, deze kleurtjes is wel heel leuk. Dus die ga ik fotograferen. Dan heb ik hier van Catrice een Lip Loving Overnight Lip Mask. Ik ben dol op lipmaskers. Die ga ik lekker testen. En dan heb ik hier de Oh Happy Daisy collectie. Hier heb ik dan de 2 nagellak removers uit die collectie. En de 4 nagellakjes. Dus de gele, paars kleurtje, oranje en het echte veel roze kleurtjes. Hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Dus ja, dat is ook wel weer fijn. Eeltsokken zijn aan. Ik heb er nu dubbele sokken overheen aan. Dus nu merk je niet dat die buitenste sokken zo nat wordt. Dus het gaat lekker intrekken. Het voelt wel weer even lekker als het straks allemaal weer klaar is. Zo, was best wel een lekker middagje zo. Ik heb dus de groente even afgehaald, gestofzuigd en de kattenbakken geschept. Dus dat is allemaal klaar. Even wat dingen voor morgen naar beneden gepakt. Ook al kleren, want morgen komt mijn moeder dus gezellig. Dus dat dacht ik, dan is dat ook mooi klaar. Ja, eigenlijk alles wat ik wilde doen heb ik gedaan. Foto's maken ging ook wel vlot. Boven iets gedaan, maar niet heel veel. Want het was toch best wel warm. Ik heb inmiddels toch het raam even opengezet. Want ik vond het toch best wel benauwd binnen worden. Dus ik dacht, ik kan toch nog even doorwaaien. Het is 24,5 graden binnen, dus dat is prima. Nou ja, de eeltsokken dus aangedaan, wat ik liet zien. En nou ja, vind ik het ook wel lekker als dat straks dan weer afgewassen kan worden. Want het heeft altijd een best wel aparte geur, zeg maar, als je dat aandoet. Ik kan de geur niet zo goed omschrijven, maar het ruikt een beetje apart. Maar goed, ik ga vanavond even mijn nagels even helemaal bijfijlen. Ik heb een paar scherpe en dan ook eventjes weer glad maken met de 4-stappenvel. En dan ze weer even lakken. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even Hudson en Rex kijken, want die is woensdag weer geweest, dus daar heb ik wel zin in. Ik denk nog wel eventjes de prins met het grijze haar of zo en nog even verder met het kookspel in de hoop dat ik nu wel even wat extra maaltijden kan maken. En dan ga ik foto's bewerken. Ik ging even de planning bekijken. Toen dacht ik me ineens, oh, ik moet dinsdag alweer een video online zetten. Want anders kom ik niet uit. Dus ik dacht even dat we nog een week extra hadden. Dus ik had de planning niet helemaal goed ingecalculeerd. Misschien dat ik alvast een thumbnail maak. Dan ga ik daarna lekker mijn Netflix-serie kijken en van Spike. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat is wel fijn. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik dan zeggen, tot morgen. Een hele goede morgen op deze maandag. Het is 17 juli. Ik ben klaargemaakt.
Mijn moeder die komt zo gezellig. Die appte net dat ze nu mijn kant op komt. Dus nou, die komt er dan zo meteen aan. Dus dat is wel heel gezellig. Die komt even gezellig een dagje. Dus dat is wel heel erg leuk. Gisteravond heb ik Hudson en Rex gekeken. Dat was wel heel erg mooi weer. Daarna heb ik nog even gegamed met de groep. Ik heb eigenlijk niet echt nog meer andere programma's gekeken op mijn Netflix-serie en van Spijk na. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken, dus dat is allemaal wel gelukt. Dat was ook allemaal wel heel gezellig, dus eigenlijk ook wel een beetje een relatief rustig avondje. Ik heb mijn nagels gelakt, ze zijn een beetje geel. Ik vind niet de dekking heel mooi. Het is dit nagellakje, hij is dus van Essence. En dit is de kleur 02 Drive Me Daisy. Maar net wat ik zeg, ik vind de dekking niet zo heel erg mooi. Maar ja, goed, soms heb je dat. Nou, ik ga nu eventjes stofzuigen en dan straks wel even de bakken doen. Dat had ik al tegen mijn moeder gezegd, het moet gewoon eventjes. In ieder geval even stofzuigen, dat het in ieder geval een beetje netjes is. En dan ja, zie ik jullie sowieso vandaag nog wel. Ik probeer jullie nog wel een beetje mee te nemen, dus dat ga ik nu eventjes doen. Oh, we zijn allebei nog goed. Ja, maar we hebben gewoon het hek gedaan, hè, Bronco? Ja, nu ja. Zo. Weet nu dat ik het nu al niet kan. Voordat ik het door heb, dan is het afgelopen. Oh, kijk, jij hebt opstaan. Ja, heb het hier ingedrukt? Ja, je krijgt nu op stapels. Ja, daar hebben we voor gekozen. Ja, we hebben voor het gedaan. Ja, nou ben ik in de goot. Mag ik dat nog een keer? Nee, tuurlijk niet. Nou, mag ik. Oh. Wat moest nee, ik? Nee, ik ben nog. Kijk, het knotje. Kijk, het knotje. Hé, hey, moet ik alleen deze dan met gooien? Ja, toch? Nee, want ik ben nog. Ja, nou. Weer in de goot, gaat goed. Ga weg, vlieg. Nou, nu mag jij. Dus druk op A. En dan pak je de Z, hè? Dus die grote knop. Ja. En dan de A indrukken. Dat gaat toch niet samen, joh? Jawel. Wacht even. Oh. Je moet eerst activeren. Oh, kijk, my nu kan jij. Oh, het wordt er genoeg. Oh nee, je hoeft alleen deze ingedrukt te houden als hij de bal gaat gooien. Dus, en knop. Nou, niet loslaten, je moet hem ingedrukt houden. Oh. Ja, gooien. Oh, hey. Ja, gaat goed. Hey. Ja, in de gewoon. Nee, toch een punt. Eén, ja. Eén punt. Als je de herhaling niet wil zien, kan je altijd op de A drukken. Nou. Ja, die wil natuurlijk wel zien. Je één punt op. Dat doen we niet. Ik ga gewoon zo meteen over dat obstakel heen, denk ik. Ja, hassevlas. Nou, hij laat niet los. Ja, dan moet je hem loslaten. Oh, dan wel. Ja. Jammer. Precies dezelfde straks, alleen er stond geen ding meer. Kan ik niet over het obstakel heen? Nee, dat zou wel niet. Oh, maar nu hebben we weer een ander obstakel. Ja, maar dit is nou... Oh, het komt omhoog. Ja! Joh, waar moeten we terug? We niet voor gevorderde, man. Nee, oh. Joh, kijk! Joh, 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 strijk in één keer! Gelukkig zat hij met de dom. Even de herhaling. Ja, je moet denk ik afwachten wanneer die dingen omhoog komen. Dan gooi je. Maar dan hoe joh. Nu mag nou, jij. Nou, nou mag ik, ja. En ingedrukt. En dan wachten. En go! Oh, je moet er wel ingedrukt houden, man. Oh ja. Nou moet je weer wachten. Gas! Nou, ik laat hem weer los. Nou! Nou gaat hij goed. Weer eentje. Ja, wow. Maar nou weet je hoe die moet. Ja, maar ik doe het steeds verkeerd. Ja, maar je moet hem ingedrukt houden. Ja, dat... Kijk. Wat goed! Ah, oh, bijna geen spare. Nou. Bijna spare rips. Square zeg ik. Spare. Het is spare. Ja, ik zeg square. Oh nee, dat is niet goed. Nee. Wat hebben we nu? Oh, dat is een gat. Hasseflats! Ja, je kunt best. Ja, ik doe het ook niet zo vaak eigenlijk. Je doet het in je eentje minder snel. Ja. Dat moet weer dicht natuurlijk.
Oh. Oh, dit is niet goed. Ik had via de andere kant gemoeten. Nou ja, toch 8. Ja, je kunt beter over die... Oh ja, nu gaan ze dicht naar elkaar toe. Ja. Oh, dat had ik niet gezien. Nou, dat maakt niet uit. Maar je kan ook iets naar links, toch? Met ja, knopje. Maar dan moet je zeg maar zo bewegen. Ja, heb ik gedaan, ja. Nou, wacht, als we dicht gaan. Hopla. Nou. Ingedrukt houden, man. Nee, het gat! Recht in het gat, echt. Nou. Lekker dan. Gaat goed. Ja, net wat ik zeg, voordat ik weet hoe het moet, dan is het afgelopen. Maar... Ja. Waarom doe je als lurpje erbij? Ja, dat doe ik met echt bolen ook. Ik zit er helemaal in. Nou, ja, leuk! Nou, wat een vervelend level was dit. Nee, je wou het anders zijn, volgens mij. Nee, nee. Hé, jij hebt weer een ander. Oh nee, je hebt dezelfde. Ja, maar dit is gewoon gokken nu wat je doet. Eigenlijk. Hè? Nou, had ik even mazzel dat ik hem los liet. Hè? Ja hoor. Ga. Ja, dan komt dat ding weer omhoog. Nu! Woe! Recht eraan zeg. Ja, precies. 3 pins. Ja, is toch beter dan die ene van mij. Nou, ik vind dat wel lastig dit. Nou, ik weet ook niet hoe golven gaat. Dat heb ik nog nooit gedaan, golf. Dat nog wel. Zie! Oh, dat is flauw. Ja, dat is door dat vervelende ding. Naar het centrum geweest. Kijk eigenlijk hoe klein jij dan bent, hè? Dat ben ik ook niet goed. Ja, we zijn ja, even naar het centrum geweest. Ja, was gezellig. Ja. Hè? En weer voor de kindjes heb ik weer wat gekocht. Erg? Ja, dat blijft leuk. Oh, ik kan het wel eventjes laten zien, want dan krijgen ze donderdag? Of? Ja, dat krijgen ze Oh, dan krijgen ze donderdag. Zo kan ik het zo eventjes laten zien. Maar van ja, dat kan ik nog niet laten zien, want die krijgt het zaterdag. Dus dat laat ik dan woensdag even zien. Ja. Dus wij gaan nu even verder lopen. En, en hoe voel je het golven? Het golven? Dat was een beetje een... was leuk, maar het was lastig. Lastig, ja, dat klopt. Dat vond ik ook. De bolen was dan weer leuker eigenlijk. Ja, met je obstakels. Ja, dat is het minder, maar dat was een foutje van mij. Ja. Nou, wij gaan in ieder geval weer eventjes verder lopen, want we krijgen een lamme hand nu. Ja. Doei! Laat maar even zien wat je voor die meisjes hebt gekocht. Nou, ik kon het dus weer niet laten. Ik zag hem van de week al in de folder en ik heb Nathalie ook al een foto gestuurd ervan. Dus ik heb hem toch gekocht, Nathalie, als je kijkt. Ik vond het zo leuk. Die is en dan voor Yara, hè? Die is voor Yara, ja. En dan kan natuurlijk naar lente niet achterblijven. Nee. En juist met die korting, een leuk jurkje met... Aardbeien, ja, of frambozen. Of frambozen. Maar het is fruit. En ik denk, ik kan het voor dat geld niet laten liggen. En ze kan dit lekker een poos aan. Maar ook gewoon met een leggingje eronder of een t-shirtje. Of want het was allemaal in de korting nu. Omdat het, ja, het was gewoon allemaal heel goedkoop. Nou, en ik dacht, ik kan wel kijken in de plaats waar ik woon. Maar dan zul je net zien dat dat dan net weer op is voor de een of degene. En nu hing het er allebei, dus ik denk, nou, kan mij schelen. Ik kan het toch niet laten om die meiden te verwennen. Hè? Nee. En daar ben je ook oma voor, toch? Ja, dat is waar. Maar dit. Ik heb dan nog iets leuks voor Yara. Eigenlijk is Yara niet jarig, maar dat was wel heel leuk. En dat was nu ook met
korting. Ja, dat zeg ik gewoon bij. Dat maakt toch niet uit. Dat, dat was nu ook heel goedkoop. Ik denk dat Lente het ook fantastisch zou vinden. Maar ja, die past het niet. Dat is duidelijk. Maar ja, superleuk weer geslaagd zo voor de meisjes ook. Toch? Ja, absoluut. Leuk. Nou, ik ben inmiddels weer alleen. Het is al een beetje verdrietig. Ik vind het altijd een beetje lastig. Ging ook allemaal eventjes een beetje mis. We dachten, we kunnen wel samen eten. Doe een keer wat bestellen. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan hier. Nou, ik had het echt voor 4 uur al besteld. Dan komt het om 4:15 te zijn. Ik dacht, mooi, want mijn moeder wilde graag om 6 uur de trein hebben. Prima. Dus dat zouden we doen. En we zaten maar te wachten en te wachten. En het werd eigenlijk alleen maar later, later, later. Dus toen heb ik ze op een gegeven moment gebeld. Ik zeg, ja, 4:15 zou het komen. En ik zeg, het is er nog steeds niet. Ja, nou, het zit nu in de auto, het moet nu komen, ja. Uiteindelijk kwam het echt pas letterlijk 6 uur. Dus mijn moeder heeft toen uiteindelijk nog een trein later genomen. Die ging, ja, is nu alweer eventjes weg, want die ging naar de trein lopen. Maar ik voelde me zo rot. Ik denk, ja, nou houd mijn moeder op, weet je wel, met de tijd. En zei mijn moeder, ja, anders moet jij me opeten. Dan, ja, dan moeten we maar zo doen. Nou, uiteindelijk heeft ze nog wel wat kunnen eten, gelukkig. Maar ze kan er niet zo heel veel op. Toen ging ze naar de trein. Maar ja, ze kwam er gewoon een beetje rot. Maar goed, ik zal nog even laten zien wat we hebben gekocht. We hebben alvast even wat snoepjes gehaald. Ik ga volgende week nog een dagje met Nathalie en de meisjes weg. Voor Lente snoeprozijntjes. Het zijn Kids biologische fruitmix met rozijn, aardbei en appel. Die vind ik helemaal lekker met fruitdingetjes en zo. We zochten eigenlijk de echte rozijntjes, maar ze hebben niet meer. Vroeger had je van die rode zakken, die konden we niet vinden. Die biologische rozijntjes zijn echt heel duur. En mijn moeder heeft een zakje kikkers voor ons gekocht en ik had zure matten. Maar ik heb de regenboog gekocht, die waren goedkoper. Alleen later kwamen we bij de, Lidl en daar waren ze nog goedkoper. Wat heb ik zelf nog gekocht? Dit houdertje voor foundation spons, die was nu 3 euro bij de HEMA. Die was afgeprijsd, die zocht ik al. Kon ik niet vinden, nu liep ik er toevallig tegenaan. Dus die, er kwam de grote spons in. Ik heb toen die in Duitsland, die is meer voor kleine sponsjes. Dit hele leuke pennetje, het is een poesje. Die heeft dan 2 kleurtjes. Kijk, als je de oortjes dan doet, dan komt er een andere kleur uit. Dus ik weet niet precies welke kleur. Oh, groen en blauw. Kijk, hier blauw en hier groen. Dan heb ik nog deze gehaald. Deze was nu heel erg afgeprijsd, een takkie. Pyjama, die vond ik al heel lang heel leuk. Elke keer de prijs hield me toch een beetje tegen. En nu was hij met zoveel procent korting. Toen dacht ik, nou dan wil ik hem wel halen. Dus die. En ik heb nog zo'n dingetje gekocht. Zo'n sjaal dingetje. Er was mij gevraagd om deze. Of ja, ze is eigenlijk stiek met een sjaaltje eraan. Die is mij gevraagd om dat zaterdag in te doen. Naar Lentes verjaardag. Want het is een beetje een grapje. Toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk geen matchje bij mijn jurkje. Nu heb ik dan deze. Ik moet wel zeggen, ik had hem bij Terstal gekocht. Maar daar zou ik niet zo snel weer heen gaan. Want dan kun je alleen nog maar pinnen. En ik had dit eigenlijk nog wel contant in mijn portemonnee. Maar dat kan niet meer. Moeder had nog een dingetje bij de Action gehaald. Radiator sprayverf. Ik had in een van ik had in de laatste shop nog laten zien dat ik spray had gekocht. En toen was het blijkbaar primer. Daar kreeg ik al een reactie op dat dat niet helemaal, ja, dat prima was voor de onder. Maar niet als echte verf. Dus ik heb nu echt voor de radiator in een witte kleur. Dus het nieuwe stencil setje heeft mijn moeder er al eentje van meegenomen. Ik zei al, als je nog bij de Action komt, mag je wel even kijken welke andere er nog zijn. Die zou ik ook graag willen. Dat is ook weer leuk voor kaartjes maken. En een set met deze Lidialen. En als cadeautje kreeg ik deze Wildflower Foaming Sour Gel nog. Dus dat was het even. Nou, ik ga nu eventjes lekker douchen. Dan ga ik even de afwas doen. Dan ga ik straks lekker het spelletje kijken. En de BNB vol liefde. Ik denk nog eventjes gamen. En nou, dan ga ik mijn video in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. En dan denk ik dat ik ook vanavond wel weer vrij moe ben. Was ook echt super gezellig met mijn moeder. We hebben even leuk op de Switch gespeeld. Bowlen, dat heb ik gefilmd. We hebben ook nog eventjes golf gedaan. Dat had ik ook nog nooit gedaan. Maar dat was nog best wel pittig. Dat viel echt nog wel een klein beetje tegen. Dat had ik ook nog nooit gedaan. Ja, ik heb wel eens midget golf gespeeld in het echt. Maar ja, de Switch was dat toch nog wel even anders. Maar goed, dat was het. Ik ga nu eventjes mijn dingetjes opruimen. Dan ga ik even onder de douche en even mijn eigen dingetjes doen. En dan wacht ik tot mijn moeder straks appt dat ze in de trein zit. En dan, ja, gaat dan wel weer goed. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien.
Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 18 juli. Ik ben klaargemaakt. Tijgertje ligt hier lekker te zonnen. Kijk, die ligt hier lekker kort aan. Zonnetje schijnt dus. Nou ja, vindt zij heerlijk natuurlijk. Muis die is bij mij eventjes aan het miauwen. Hé Muis? Gisteren, nadat ik de vlog had afgesloten, ben ik lekker gaan douchen en heb ik even mijn afwas weggewerkt. Toen ben ik weet er alles van gaan kijken en daarna de BNB Vol Liefde. Dus toen heb ik nog even een potje gegamed met Nathalie en Frank. Dat was ook wel weer gezellig. Die waren ook een dagje weg geweest, hadden wat verhalen. Is ook altijd wel leuk om even aan te horen. En toen ben ik de video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Ging allemaal niet heel erg van een leien dakje. Duurde best wel lang. Ik vergat dingen. Thumbnail maken duurde best wel lang. Maar uiteindelijk heb ik het allemaal gered. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna weer van Spike. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik een klein stukje van mijn boek gelezen, want daar had ik heel veel zin in. En toen ben ik ook eigenlijk wel vrij snel in slaap gevallen, want ik was best wel moe, maar dat was allemaal prima. Vandaag op de planning. Ik ga zometeen eventjes 2 video's opnemen, want dat moet gebeuren. Dan ben ik voor deze week klaar. Dan ga ik daarna eventjes mijn douche en mijn gang schoonmaken, want ik heb gisteren met mijn moeder samen wel de kattenbakken gedaan. Want die moesten en nou moet ik alleen de rest nog. Maar dat was nog even een dingetje, want mijn moeder die ging de kattenbakken dus schoonmaken. Want dat zei ze uit zichzelf, dan ga ik wel helpen. Maar toen had ze een beetje chloorwater, dat kwam in haar shirtje. En ze had een wit shirtje aan met blauwe vlindertjes. Gelukkig was het niet uitgebeten, dus dat was wel heel fijn. Dus het heeft gelukkig geen schade aangericht, toch omdat het verdund was met water. Maar ik was wel even bang, dat zou zo zonde zijn. Maar gelukkig, dat was helemaal goed gegaan. Dus dat was heel fijn. Dus die zijn al lekker klaar. Dus hoef ik zo meteen alleen nog eventjes de andere dingetjes te doen. Ik heb voor jullie nog even gefilmd dat ik diamond painting heb gedaan het weekend. Dus dat ga ik jullie laten zien. Dan ga ik nu eerst eventjes filmen en dan eventjes lekker aan de gang. Dus dat is eventjes mijn planning voor vandaag. Ik ben weer lekker klaar. Alle schoonmaakdingetjes zijn klaar. De video's staan erop. Dus dat is wel heel fijn. Het is een beetje vreemd. Tijgertje die wou niet eten. Dus ik heb er nu maar weer even bij gezet. In de hoop dat ze nou toch wat gaat eten. Want ja, ik vind het toch een beetje gek. Ze zeurt het hardst om eten. Krijgt ze eten en gaat ze niet eten. Dus ik heb er nou mooi even bij gezet. Kan ze mooi even gaan eten. Maar de douche is schoon. De gang is schoon. Dus dat is allemaal weer top. Blijkbaar heeft ze toch geen trek. Want ze loopt weer weg. Dus nou ja, ik weet het ook niet. Nou, verder was het wel fijn. Het is gewoon fijn dat het nu allemaal klaar is. Ik ben ook blij dat de video's erop staan. Dus ja, het was echt gewoon een lekker middagje. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer. Ik weet er alles van in de BNB Vol Liefde. Ik denk nog wel eventjes gamen. Ga ik de vlog afmaken met editen. Dan ga ik even mijn foto's bewerken. Dan ga ik verder met mijn Netflix serie. Ik weet eigenlijk niet hoeveel afleveringen ik nog heb. Dus daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Dan ga ik daarna nog even van Spijk kijken en dan verder mijn boek lezen. Dat wordt het ook wel. Ik ga bij deze in ieder geval ook de vlog afsluiten. Want ik heb verder eigenlijk niet zo heel veel meer te vertellen. En ik heb het idee dat hij al wel weer best wel lang is geworden. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!